Ik ben Naomi. 25 jaar. Ik heb een bord meegenomen wat een Chinese straatartiest heeft gemaakt, midden in Chinatown in New York. Er staat Fleur. Het is van mijn petekindje. Fleur is, is überhaupt mijn allereerste kindje in de familie die er nieuw bij is gekomen. Maar ze lijkt een beetje op mij, maar dan een heel kleine versie. Van die blonde krulletjes, heel vrolijk. Prachtmeid. Ze is binnenkort jarig en ik had nog geen cadeau. En ik vond het zo mooi, dus ik dacht, nou, die moet ik hebben. Ik hoop dat dit kunstwerk uiteindelijk op de slaapkamer komt te hangen. En ik hoop ook dat de ouders er blij mee zijn. Ik hoop niet dat ze het kitsch gaan vinden of lelijk. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat als ik volgende keer kom oppassen dat het dan op de kamer hangt. Maar ik denk zelf, ze houdt heel veel van beestjes. En van rare beestjes. Dus ik denk dat lieveheersbeestje en zo dat het wel goed komt.